Goed jongens, daar gaan we dan. Laatste les, zevende les. Eerder nog drie, zullen we beginnen? Ja? Oké. Okay. Goed, nou, zoals beloofd was deze les meer bedoeld voor herhaling. En ja, vragen van jullie kant, dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, zijn er vragen? Dan kunnen we daarmee beginnen. Dan kunnen we dingen herhalen. We hebben over current mirror gehad, we hebben over Rittler, Wilson, differential pair en als laatste frequency response voor BED en MOS. Ja, ik heb een vraag. Ik had gewoon even naar de oefentjes gekeken en ze hebben in dezelfde keuken een paar vragen. Kunnen we de raam daar dicht doen? Wesley, jij? Ja? Er zijn ook een paar vragen waar vermogens en zo in stonden over de MOS en transistor. Ja. Misschien kunt u daar wat eentje, ik heb ja. Naar de uitwerking of zo gekeken hoor, maar. Daar kwam eentje heel veel uit? Ja. Oké, okay, nou doen we eentje. Ik heb toevallig eentje meegenomen, goede vraag. Ja? Ik daar even mee beginnen. Dus Dennis, dan is een vraag over eigenlijk een current mirror. Ik heb er eentje, dat staat bijvoorbeeld in tentamen van 15 juni 2005. De vijfde vraag, dat gaat over. Het gaat over het ontwerp van een MOS current mirror circuit. Dan heb je eigenlijk het volgende gekregen. Het circuit is al gegeven. Het circuit is gegeven voor jou. Je durft niet zelf te bedenken. Ja, zo het centraal halen? Achterin? Die kant op. Er staat hier een box, zo'n X1, dat betekent een of andere circuit. En vervolgens weer een MOSFET verbonden. En weer een boxje, X2. En dan zo gaan we door. En de volgende, nou, dan gaan we hier ook gaan uithalen. Nou, hier zijn de stromen, die lopen hier. I1, I2, I3 en hier loopt IREF. De vraag is, dit circuit moet aan dit circuit, dus X1, een stroom leveren van, dat zegt hij hier, van 400 micro. Ampère. En I2 moet 750 microampère krijgen. En X3, dus I3, moet dan 1 milliampère krijgen of 1000 microampère. Dus 1 milliampère. En VDD is gegeven op 1,1 volt. Vrij laag, denk ik. En je hebt een maximum vermogen, dus de P is ingesteld op 8 milli. Dus dat is het totale vermogen die je mag dissiperen, maximaal 8 milliwatt. 8 milliwatt. Wat heb ik verder gegeven? Niks. En je mag, even kijken, negeerde gate stromen. Dat staat er wel. Ja, dat is een hele lange tekst. Dus ik heb het geprobeerd te samenvatten. Dus dit krijg je. Dit moet je maken, dat heb ik in textueel vorm aangegeven, dus dit moet je zelf weer eigenlijk bedenken. En dit is wat je maximaal mag dissiperen. Dit is de voeding die je hebt gekregen, dus het is enkelzijdig, geen symmetrische. En je mag de gate stromen negeren. En je moet het ontwerp eigenlijk hiervan maken. Dus eigenlijk is de vraag van, nou, hoe schrijf je het eigenlijk op? Hoe reken je het eigenlijk netjes uit? Hoe schrijf je het netjes op? Ja. Nou, hier begin je eigenlijk. Dit is eigenlijk het hele verhaal. Dat was de P-tot. In de uitwerking staat P-tot is gelijk aan VDD keer totale stroom die de voeding moet leveren. Dat is eigenlijk deze stroom. Ja, dat noem ik even I-tot. Ja, die uit de voeding zeg maar naar binnen gaat. Nou, als dat zeg maar met elkaar vermenigvuldigd wordt, dan is dat dus de
vermogen die je mag dissiperen. Dus als ik nou hier zeg 0,008 is gelijk aan 1,1 keer something, zeg maar iets. Dat is die stroom die je maximaal uit de voeding mag trekken, bij wijze van spreken. Oké, nou, maar je weet deze drie stromen al. Dan loopt er eigenlijk, of er blijft er eigenlijk één onbekende hier even over. Als je die weet, kun je vervolgens doorgaan naar de verhouding van IREF en I1, IREF en I2, IREF en I3 en zo heb je dus de verhouding van de WL, WL, WL verhaal. Daar ga ik zo meteen nog verder uitwerken. Dus wat heb je nou hier eigenlijk gekregen? Hier is eigenlijk het volgende. 0, je kunt het ook zo doen, want T totaal is gelijk aan VDD keer, dit is allemaal natuurlijk, I1 plus I2 plus I3 plus IREF. Wat weet je hier en wat weet je nou niet? Nou, dit weet je. Dat is 8 keer 10 tot de macht min 3. Dat is gelijk aan 1,1. Dit is gelijk aan dit, 400. En dat soort dingen. Dus dan kan je zeggen, nou, dit is gelijk aan 400 keer 10 tot de macht min 6. Plus 750 keer 10 tot de macht min 6. Plus 1 keer 10 tot de macht min 3. Plus onbekend. Dus in principe reken je hier de IREF eerst uit. Dan komt hier de IREF uit. Dit is denk ik wel duidelijk, gewoon die gedeelte die en dan wat dingen voor weer af te trekken. Ik kijk even mijn antwoordje. Even kijken wat ik hiervan heb gemaakt. Daar komt uit 0,0051 ampère, oftewel 5,1 milliampère. Ja, en als je dat toch in microampère wil schrijven, dan kun je ook zeggen 5100 microampère. Nou, dan is dat klaar. En dan heb je nu deze drie stromen nodig met deze stroom. En dan vraag ik, dan zeg ik het volgende. Dan zeg je, want ik heb nu de referentie, dat ga ik nu kopiëren daar naartoe met een bepaalde factor. Dan kan ik dus omhoog of omlaag. Dan kan ik het volgende zeggen. Dat is de referentie, zeg maar, MOSFET, gedeeld door die andere MOSFET. Dat is gelijk aan de IREF, gedeeld door I1. Want dat komt niet uit. Die verhouding moet je eigenlijk alleen maar opschrijven. Nou, dat komt hier bij mij uit. Even kijken. Ik heb het andersom gedaan, heel handig. Nou, hier komt dus 1 gedeeld door 0,078. Ik heb het andersom gedaan. Ik heb het zo geschreven. Misschien handig dat ik dat zo doe. Dan doe ik het even zoals het op papier bij mij staat. Nu hoef ik denk ik een klein beetje aan te passen. Dan heb je eigenlijk dit. Nou, dan kom je hier, de volgende. Dan zeg je WL van de tweede transistor. En dan kijk je weer naar de referentie. Maar dan kijk je naar de I2, dat doe je door de referentie. Dan komt uit 0,147. En zo ga je verder. Dat is geen spanning of zo, of stroom, whatever. Dat is gewoon een factor. Ja, dit is vraag 5 van tentamen van 15 juni. Zo'n ontwerpvraag. Je kunt ook het circuit niet hebben gekregen en dan moet je het ontwerpen. Dus dan moet je het hele circuit tekenen ook netjes. Dus vergeet je, ik weet niet, dit bijvoorbeeld. Ja, en je krijgt voor de hele circuit zeg maar 3 punten. Dan heb je dus 1 punt hier af te rekenen. Nou, zo gaat het verder. Dus elke afwijking is 1 punt af te rekenen, laat ik zo zeggen. Je mag het ingewikkelder maken, maar minimum is dit, laat ik zo zeggen. Is de antwoord op je vraag, Dennis? Ja. Waar zag je ook die referentie die andersom staat? In de uitwerking van de toets. Mag wel, je mag het ook andersom schrijven. Een keer heb ik het misschien zo geschreven, een keer heb ik hem zo geschreven. Maar in principe, ik wil alleen maar de verhouding vinden. Je hoeft niet voor mij per se boven 1 hebben en dan onderkant ref. Ik was ook eerst begonnen, per ongeluk, of tenminste toevallig met ref. En keek in mijn antwoord, oh ja, het is toch wel andersom, laat ik het andersom doen. Dan staat het tenminste anders, moet je 1 gedeelde dit, 1 gedeelde dit. Misschien beter, want dan krijg je allemaal getallen boven de 1. Nu is het allemaal komma getalletjes. Of tenminste kleine getalletjes. Ja, is het allemaal alright zo? Ik heb natuurlijk geen veger. Dat is fantastisch. Wie heeft die vraag over? No. Vrij simpel, toch?
andere vraag. Next. Want daar zijn we ervoor, toch? Iedereen kijkt me aan van, nou, liever van jou dan net. Want die zijn makkelijk. Nou, ik doe wel eentje. Whittler. We gaan even Whittler current zorgen. Dan kun je ondertussen nadenken over een nieuwe opgave. Van jullie kant. Dat is met een mid-band game. Wat zeg je? Wil je met de mid-band game doen? Ja, maar iets hier nou, hè? Zometeen. Ja? Mosfet of een BJT? Doe maar een BJT. BJT. BJT zeg. Mos is eigenlijk iets ingewikkeld, dacht ik. Ja, ik ben een beetje vraag. Wat zeg je? Dank voor wat je vraagt. Ik ben een beetje vraag op dit samen. Ja. Oh ja, kijk, deze transistor, zeg maar, de circuit, je kan ook de weerstand hier verwachten, of krijgen. Je kan ook de weerstand hier tussen, of daartussen, of whatever. Ja? Dus dat kan allemaal. En mijn kennende, dat doe ik natuurlijk nooit. Maar zet hem aan de tussen. Dat gaat ertussen. Of een op- en tussen. Wist niet wat is het van? Nee. Nee? Oké, dit is IREF. Dit is IREF. Oké, wat heb ik hier allemaal gegeven? Dat wil ik even opschrijven. Ik heb VCC gegeven 5 volt. VEE, dat is ook tentamenvraag, min 5 volt. En VDE 1, dat is gelijk aan 0,7 volt. Ik heb wel de transistornamen aangegeven. Dus ik heb hier gezegd, dit is Q1. Dit is Q2. Q is voor BET, hè? En een MOSFET daar gebruiken we M voor. IX, dat wil ik graag hebben. IX is deze. Dat wil ik graag hebben op 12 microampère. En ik heb een IREF. Gewoon 1 milliampère. Kijk, de vraag is op deze manier gesteld. Dan zeg ik, mag ik even centraal? Dan staat hier, ontwerp de circuit voor een referentiestroom van 1 mA en een IX voor 12 microampère. Als ik daar stop, is het eigenlijk het volgende. Deze en deze moet je uitrekenen. Dat betekent het. Ik heb wel even erbij gezet, bereken dus R1 en R2. Of ja, R1 en R1, sorry. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus in principe, als je die twee waardes hebt gevonden, dan is je ontwerp klaar. Ja? En hierbij... Ja, wat moet je dan doen? Wat is dan eigenlijk de eerste stap? Laat ik het zo zeggen. Dit is dan de VDE 1. Dit is natuurlijk VDE 2. En die zijn natuurlijk niet aan elkaar gelijk. Dat kun je wel natuurlijk zien. Wat kunnen we doen? Wat kunnen wij hier doen? Nou, een tip bij Whittler is, begin eerst met deze loop hier. Dus begin eerst te zeggen, nou, VBE 1 is gelijk aan VBE 2 plus, nou, die stroom die hier doorheen gaat. Plus de verkeers- en weerstand. Dat is eigenlijk die IE hier de RE. Volgens mij heb ik iets niet hier genoemd. Even kijken. VBE 1 niet gelijk. Ja, dat moet ik even erbij zetten, maar dat had ik al eigenlijk al genoemd, dat ga ik even zeggen. Ja, dat even kijken of ik iets mis. Dat ga ik nog even denk ik nog noemen. Dat ga ik nog noemen. Maar ik ga terug naar mijn vraag. Ja, dus we gaan basisstroom ook negeren, dus negeer de basisstroom. Oké, nou, dit is een formule in principe, maar ja, de vraag is, wat moet ik hiermee? Kan ik hiermee verder? Wat gaan we hier doen?
Want we hebben dit wel, of hebben we die? Ja, 0,7. 0,7, dat is gegeven, oké. Okay. Hebben we die? Nee. Hebben we die? Ja. Nee. Ja, zie je. Die is wel, wel. Hebben we die? Nee. Nee, dus we hebben twee onbekende, die en die. Dus we hebben deze onbekend, we hebben deze onbekend. Dat gaat niet worden. Tenminste, niet met deze vergelijking alleen. Wat we wel weten is, IREF is gelijk aan, laten we zeggen, dat is de eerste vergelijking. De tweede vergelijking is, IREF is gelijk aan. I. B. Nee. X. Want de stroom hier naar binnen is 0 ampère, dat hebben we gewoon nu aangenomen. 0 ampère betekent de stroom hier naartoe binnen is ook 0 ampère. Dat betekent dus alle stroom hier, want de IREF gaat hier naartoe naar IC1. Dus dat betekent dus ook IC2. Ja? Dus dan kun je zeggen, nou, deze stroom wordt volledig aan, wordt gekopieerd. Dus dat betekent eigenlijk dat ik dan die twee met elkaar kunt gebruiken, maar ik heb de IREF al, toch? Ja. Hoe kan nou dit dan dat zijn? Maar dan zeg ik ja, die is die, die is die, die is die, ga ik dat? Kan dat? Nee. Want wij zullen even opleggen, fantastisch. Dit klopt wel allemaal, sorry, dat moest ik niet weggeven. Dit klopt wel. Mag ik zeggen dat deze gelijk aan die is? Nee. Nee. Okay. Is het met je beta? Hm? Is het met je beta toch? Ja, we hebben geen beta gegeven. Nee, dat is gewoon. Oké, okay. Het enige wat we weten is, deze gelijk aan die. Dus daar loopt hier een stroom. Ja, maar die afstand is anders. Nooit, kan nooit gelijk zijn aan die recht. Wat was die? Laten we het zo doen. Dit is niet waar. Ja? Het is niet waar, zeg maar. We gaan zo meteen even kijken. Dit is niet waar. Dus hier hebben we nog vraagtekens. Wat we wel kunnen doen is, uit deze eerste vergelijking, we kunnen zeggen, VBE, wat is dat? Nee, wat is de uitdrukking voor VBE, bedoel ik? Ja, fantastisch. Dat zocht ik. Wat eigenlijk komt het van de collectorstroomberekening, dus dat komt hier VT, hier de LN van. Hier heeft. IC2. Nee, IS1. IS1. Ja, die is intern van de transistor. Dat is die verzadigingsspanning. Staat, als je naar je formule wat kijkt, staat daar een formule. Bekijken. Zullen we bekijken wat dat is. Staat er IS, maar ja, ik heb nu natuurlijk over Q1 en Q2. Het is makkelijker om even de IS1 en IS2 te noemen. Kijken of ik dat inderdaad ergens heb. Nee. Je hebt toch je spanning over je weerstand, of niet? Of heb je spanning over je transistor niet? Nogmaals? Je hebt de spanning toch over de weerstand en de stroom, dan zou je toch zo de weerstand kunnen uitrekenen? Nee. Je hebt toch die weerstand? Nee, je kan ook alleen uitrekenen natuurlijk, maar ik dacht van als we deze vergelijking zouden moeten oplossen, hebben we andere dingen nodig. Maar wat jij doet is prima, jij wilt R1 is uitrekenen. Helemaal gelijk. Maar daarmee heb je eigenlijk dit niet nodig. Dat ga je op een andere manier doen. Precies. Maar als ik nou even met deze verder ga, dus we beginnen met het moeilijkste, laat ik zo zeggen. Heb ik deze voor de. Dit is dan zeg maar de VBE 1. Oké? Okay? De volgende is. Wat krijg ik dan? Dat is dan VBE 2. Iedereen hier op dezelfde pagina? Oké, okay, nou als ik nou dat allemaal hierin stop. Ja? En IE is eigenlijk IX, dus ik kan zeggen, nou IE is IX toch? Dus dit mag niet, maar ik mag wel dit doen. Ik kan wel dit zeggen. Dit wel. Waarom mocht eigenlijk dit niet? Want we maken hier misschien heel snel een fout, want iedereen denkt, ja, die kopieert toch? VB1 is niet gelijk aan VB2. Fantastisch Leo. Dus dit, omdat ik je dit zeg, mag ik ook niet zeggen dat deze IC1 gelijk aan IC2 is. Dus maak die fout niet. Ja? Want je kunt heel snel zeggen, ja, dat is gewoon kopie klaar en dan gewoon lekker verder. Maar om dit niet te zeggen, kijk, als deze weerstand niet was, was het wel zo geweest. Want dat is geen wit door current, dat is gewoon current mirror.
simpel. Oké, nou dan ga ik deze hierin stoppen, deze hierin stoppen en dan deze ix noemen en dan komt daar een vergelijking boven. Dus dan krijg ik dan, dit. Vt keer ln van iref, deel door is1, minus de vt keer de ln van ix deel door is2. En dat is gelijk aan ix keer re. We kunnen het een beetje compacter schrijven, want ik zie hier overal VT's, ik zie LN'tjes. En omdat deze twee transistoren hetzelfde zijn, kunnen we zeggen dat deze IS1 is gelijk aan IS2. Ja, als ik dat erbij schrijf, want mensen zeggen van dat heb ik niet gezegd. Klopt, als ik dat niet heb gezegd, dan is het gewoon hetzelfde. Als ik niet heb gezegd dat VBE whatever is, dan mag je 0,7 aannemen. Nou, dit is gewoon IS1 is gelijk aan IS2. Alright, dus IS1 is gelijk aan IS2. Is dus gedefinieerd gewoon als IS, allemaal hetzelfde. Nou, wat krijg ik dan? Nou, minteken betekent. Dan krijg ik dit. Ja. Het is gewoon een beetje wiskunde daar naartoe. En dan is het invullen wat je kan invullen. Hier is 0,026 keer ln. IRF was 10 tot de macht min 3, die andere was 12 keer 10 tot de macht min 6, is gelijk aan ix moest zijn 12 keer 10 tot de macht min 6, en dan komt hier RE uit. Nou, dit is een makkelijkere vraag natuurlijk, als de RE wel gegeven was, maar de stroom was niet gegeven, dan heb je twee kanten de stroom. Dan is het weer niet lineair vergelijking. En nu is het simpel, en dat is gewoon een kwestie van uitrekenen. Dus RE komt hier uit, volgens mijn berekening. Kijken. Nou. Waar heb ik het nu gevonden? 9583. Nou, zoals volgens mij Martin net zei, dat andere is natuurlijk veel sneller. Deze, want de spanningsveld over deze is 0,7. Dat is al gegeven. Dus het enige wat je moet doen, dat is de volgende. R1 is gelijk aan VCC min VBE1 min VEE delen door IRF. Nou, ik heb hier alles. Dit is 10 tot de macht min 3. Dit is 15. Dit is 0,7. Dit is min min 15. Het staat hier boven dus 29,3. Meneer, PCC is 5. Klopt. Ik ga even kijken of jullie me opletten. 9,3 gedeeld door 10 tot de macht min 3 is 9300. En als de VEE min is, kijk, de VEE is min 5 volt, moet het dan niet plus 5 volt? Dus min. Tuurlijk toch? Oh, shit, ja, sorry. Ze heeft niet opgelet. Als je bal van die raad doet. Ja, Het is laat. Laat om maar 6-7. 2. Nou, twee weerstandjes en dan klaar. Dan heb je dus 5 punten. 5-6. 5 punten, denk ik. Ja, ik was te veel geweest vandaag. 5. Ja? Dat is dus. Dat is wat. Toen had Joris een vraag over een midband gain voor een DAT-versterker. Kunnen we daar naar kijken? Dus je kunt dan ondertussen nadenken over een andere vraag. Nee? Oké. Okay. Heb je een specifieke vraag van doe dat? Of zeg je van nou pak een willekeurig iets? Maakt mij niet uit. Dat laatste. Het is niet egal. Het is niet egal, nou. Wat zoek je specifiek in dat opgave? Wil je gewoon een opgave uitgewerkt zien? Of zeg je van nou ik wil toch dat stukje nog eventjes nader toegelicht krijgen? Nou, ja, het gaat me vooral om dat laatste gedeelte over die LF en die HF. En ook in de midband gain. Om die gewoon. RF en HF? Ja, dat is de RL. RL-accent of? Ja, dat is. Ja, in ieder geval iets met dat. Dat is
Ja. Het gaat om de versteeksfactor, hè? Amid, dat zit. Dat dress, geen probleem. Wat we ook kunnen doen, pak ik gewoon random een circuit, gewoon, ik verzin gewoon ter plekke wat. Maar dat moeten we wel samen uitrekenen. Wat is je daarvan? Ja. Ja? Zonder papier. Here we go. Die wordt gevaarlijk. Ik maak de lijstje zo meteen wel even op, met allemaal de waardes. Oké, nou, we gaan wat waardes geven natuurlijk. De VCC, dan maken we even op. En bijvoorbeeld R1, dan maken we 20 kilo ohm. R2, dan maken we ook op 20 kilo ohm. R6. Dan zeggen we dus 100 ohm. Even kijken wat ik nog meer heb. RC, dan maken we 4 kilo ohm. En RE is gelijk aan 3 kilo ohm. En RL, dan moet ik wel hieronder, is gelijk aan 10 kilo ohm. Nou, CE1 is gelijk aan 100 nanofarad. C2 is gelijk aan 500 nanofarad en CE is gelijk aan 1 microfarad. Dan heb ik volgens mij alles gegeven, behalve de beta. Nou, beta voor de verandering 250. Elke keer 100, 100, 100, dat is een beetje gek. Ja. Wat is RO? RO, heel goed. RO. Oneindig doen. Nou, dat is dat. Dat zijn dus de gegevens. En nou is de vraag, want er zijn de vragen hier. We kunnen ook allerlei vragen stellen, maar jij begon met de mid-band game, maar we kunnen ook loopfrequentie, breinfrequentie, doen maar de hele business. Dus ik zeg, bereken, dubbele punt, A-mid. En wat is A-mid? Dat moet ik wel heel duidelijk toe aangeven. Dat is VA gedeeld V-zicht. Dat is nummertje 1. Ook B. En ik wil van jullie weten wat FL is. En ik wil weten wat FH is. Dit zijn drie vragen. Ja, gewoon heel compact opgeschreven. Normaal gesproken krijg je een zinnetje, maar dit is gewoon heel compact. Oké, nou. Waar beginnen we? Waar zouden we kunnen beginnen? Ik wil van iemand even een rekenmachine zometeen. Of tenminste, iemand rekent voor mij uit. Dat kan ook. In ieder geval, dit is even wat ik ter plekke zo even opgeschreven. Ik begin eerst met een klein signaalmodel, de small signal model. En ik begin ook met een andere pen. Ja, small signal model. Dus eigenlijk maak ik gelijk hier een klein signaalmodelletje van. C
gasnet. Ja. Ik heb wel... Ja, die CE dan zeker, dat die RE dan tussen die RP en ja. De GM lijn. Ja, we kunnen het ook weghalen. Dan wordt het verhaal wat ingewikkeld. Nee. Ja, klopt. Dan had ik hier... geen ground. Laat ik zo zeggen. Dan had ik dit. En dan ground. Maar dan komt die condensator en die maakt een ground. Okay. Ik heb hem expres zo getekend dat die twee uit elkaar staan. Dat wil niet zeggen dat ze niet verbonden zijn. Maar je kunt dan zeg maar wat makkelijker breken. Ik merk dat ik voor deze natuurlijk wat dingen moet geven. Toch? Want ik moet CMU geven en CPI geven. Of moet ik dat niet geven? Dat zou wel handig zijn. Dit zijn deze. Oké. Goed, nou dat is een klein signaalmodel. Als ik nou hiervan de overdracht ga bepalen. Dat is denk ik heel snel te doen. Vraag A, dus AV of A mid, is gelijk aan min GM keer RC parallel aan RL. Dat dit zou echt zijn als die RC nou niet was. Maar ik heb nog verzwakking, dat komt door de business hier. Dan krijg ik hier R1 parallel aan R2 parallel aan RP. Dat deel ik door. Hier R2, parallel aan R2, parallel aan pi, plus R sig. Nou, ik mis hier één ding, dat is de GM. Wat is GM? GM is gelijk aan IC deel door VD. En ik weet IC nog niet. En die komt uit de DC-analyse. Ja. Die moet ik nog uitvissen. Wat gaan we doen? Weet toch iedereen? IC. Gedeeld door 0,026 nog. Die moet je nog uitzoeken. Hoe gaan we dat doen? De collectorstroom die hier loopt. Ja? Dan gaan we de basisstroom maar even niet negeren. Of basisstroom. Dus dit is de collectorstroom. Hier loopt de emitterstroom. En hier loopt de basisstroom. Maar goed, dat is onbekend. Nou, omdat het DC-analyse is, microfoon eruit, luidspreker weg, CE weg. Dan heb je alleen maar dat hele stukje, dat toren bij wijze van spreken. En dan kijk ik eigenlijk alleen maar daar naartoe. Ik heb 20 volt. Die is bekend. Weerstand en weerstand zijn bekend. Niet denken dat hier 10 volt staat. Dan gaat het goed fout. Want dan is de ingangsimpedantie oneindig. Dat zou wel de waarde in MOSFET kunnen, daarom zei ik dat MOSFET is makkelijker. Dus wat je hier moet doen, je moet even TVN weerstand en TVN spanning even uitrekenen. Dus je begint eigenlijk eerst met TVN spanning en TVN weerstand. En dan creëer je eigenlijk dit circuit. Maar dat kun je ook in je hoofd doen. Zonder te tekenen. Maar dat kan wel een beetje moeilijk gaan. Dit. VTF en RTF. En daar staat daar het circuit. En hier is de RC en hier is jouw VCC wat dus op 20 volt staat. Nou, dat is hier alles gegeven. Je moet alleen wel de RTF en de VTF uitrekenen. Zoals je kan zien, ik heb dus de B1 aangegeven. Dat is gewoon dus 0,7. Ik kan er wel bij zetten, maar het is 0,7. Dus dit stukje is 0,7. Dat is dus die drop hier. 0,7. Maar je kunt nou hier een loopje maken. Dan kunnen we dan zeggen, nou, de stroom die hier doorheen gaat, dat is dus IB. Is gelijk aan VTEF min VBE min VRE. Dat deel ik allemaal door. Wat? Naar deze weerstand. Plus beta plus 1 keer RE. Nou, dan moet ik nog twee dingen weten. Dat is de VTEF en de RTEF. Die weet ik nog niet. Maar wat is VTEF? Dat is gelijk aan. R1 gedeeld door, R2 gedeeld door R1 plus R2, dat wel, keer VCC. Dat is niet de spanning op dit punt, maar dat is alleen maar TVN spanning. Daar komt uit 10 volt.
En R tegen N is gelijk aan 20.000. Parallel aan 20.000 is 10.000. Nou, dan is het kwestie van invullen. 10 volt hier, 0,7 daar. Maar wat is die? Weet ik ook nog niet. Toch? Spanning VRE. Deze spanning. Gaat het wel goed wat ik hier schrijf? Onderkant. Iedereen schrijft vrolijk mee. Moet je vrolijk doen. 10 tot de derde. Nee, ik wil dit. Dit formule hier. Als we nou de formule zo schrijven. We zeggen gewoon heel anders. We zeggen V tegen N is gelijk aan de basisstroom. Hier de tegen N weerstand. Hier de basis-emitterspanning. Plus. Nou, hier op de emitterstroom keer de emitterweerstand. Wat is anders hier dan daar? Kun je zeggen, nou niks. Nou oké, een beetje dit veranderen. Kun je zeggen, RE keer beta plus 1 keer IB. Ik heb hier ook IB, ik heb daar ook IB. En waar komt die spanning nou vandaan, Jan? Ja, toch? Kijk, dit klopt toch? Deze spanning is gelijk aan. Deze spanning plus deze spanning plus deze spanning is deze spanning. Maar als ik daar naar kijk, dus ik dit nou eigenlijk anders schrijf, dan zeg ik hier bijvoorbeeld V tegen N. Dan zeg ik IB en dan maak ik een haakje. En daar zit het R tegen N in en daar zit deze zaakje in. Dicht en dan komt de VBE. Dus wat heb ik dan te veel? Toch? Maar dat wist ik ook niet, dat is ook het probleem. Dit wist ik niet. Maar dat zie je eigenlijk als je het zo schrijft, zie je het eigenlijk sneller. Of tenminste, dan wat makkelijker. Dus dit is dan eigenlijk de echte vergelijking. Laten we zo zeggen waar je bijvoorbeeld de loopvergelijking. Dit weet je. Dat weet je niet. Dit weet je. Nou, beta is 200. En dan 50 en deze bij elkaar 251. Nou, dit weet je ook. En dit weet je ook. In principe is dan IB zo uitgerekend. Dus als iemand dat voor mij doet, dus betekent eigenlijk, dus ik kan die weghalen. Hier. Want dat is dus niet waar. Dan moet hier dus eigenlijk een IB uitkomen. Dus uit dit of uit dit. Met mij niet. Ja, dan geloof ik jullie, want dan moet iemand het voor mij uitrekenen. Of ik moet dat zelf doen. Kom op. 10 seconden. Ja, ik merk dat ik geen ruimte meer heb. Dat betekent dat bepaalde dingen moeten weer weggeveegd worden. Maar jullie hebben alles overgenomen, toch? Ja. Fantastisch. Wat is de IB? Wat zal maar. Iedereen kijken. Nou, reken maar alvast, dan ga ik met de andere volgen. Ja, nog niet uitgerekend? Ja, ik moet je uit je hoofd doen, Wouter. Nee, maar ik kan het bij rekenen. Dan kan ik het doen, bedoel je? Ja, zonder. Ik heb nou, dan kan ik wel bijschalen. Ja, tuurlijk. Vraag het niet, ze pakken gewoon. Nee, ik kom op 13 micro. 13 micro? Weet je wat, ik geloof jij niet zo. Dus. Ik kan gerusten. Ik ben tenminste eerlijk. Even kijken. Dat is dan 10.000, zeggen we daar. Plus 251. Hoeveel zei je? Ik heb 12. Ik heb 12,2 micro. Ja, dat ben je niks van. Hier, 10 min 0,7, toch? Gedeeld door 10.000 plus 205 keer 3.000. Wat zeg je? Ik heb de onderste ingevuld. Dat is onderste. Deze? Ja. Het is ook hetzelfde, die min die. En gedeeld door deze hele meuk, is ook daar hetzelfde. Ja, dan heb je zelf. Oh, de kerk.
vergeten. 3000 toch? Heb je 4000 misschien gedaan? Dat kan ook. Ik heb minder. Het is gewoon goed. Ik heb gewoon fout. Ja, dat is het. Het is goed dat je niet. Ja, dat zou een kleine foutje zijn. Maar ik heb hier nu 12,2 microampère. Dat betekent dat dan RP bekend is. Want RP, dat was eigenlijk het hele business. En de IC is ook bekend. Want dan kan ik hier zeggen. Ja, hij gaat daar verder. We gaan netjes doen hier. Deze is allemaal weg. Dat heb je allemaal in je hoofd en je papier. Ergens. Ergens opgeschreven. Dus dan is de IC nu bekend. IC is nu bekend, dat is dan beta keer IP. Dat is dus 250 keer 12,2 keer 10 nog min 6. Wat krijg je hieruit? Dan kom ik uit op 3,05 keer 10 nog min 3. Oké, dat is klaar. Dan heb ik dus de GM nu. GM is daar gelijk aan. 3,05 keer 10 nog min 3. Dat deel ik door 0,026. Dan kom ik uit op 0,117 siemens. Dan heb ik nog de RP nodig, want dat is ook een onbekende. Die weet ik ook nog niet. En die is gelijk aan. VD door de IB. Nou, VD is weer 0,026, ook al zeg ik dat niet. En ik heb de IB al, dat is 12,2 keer 10 omhoog min 6. En dan kom ik hier op uit, even kijken, 0,026 deel door. Uit op 2131 afgerond. Nou, als je dat allemaal invult in die vergelijking, A mid, want nu heb ik mijn rekening en denk ik van nou, dan kun je wel verder uitrekenen. Klopt, dat doe ik even. R1 en R2, die zijn allemaal 20.000, toch? Ja, alweer 20.000. Ja, dus dat betekent 10.000. Parallel aan die 1, 2, 3, 1, 2, 1, 10, ja, en dan. Dat ans, dan weer ans, plus 100, deel door 100 nog. Oké. Okay. Keer 0,117, keer de GM. Keer de RC en de RL parallel, die waren 4000 en 5000. Toch? Nee, 4000 en 3000, pardon. 4 10. 10.000, excuus. 4 en 10.000. 4000, hè? 4000. 4000. 10.000. Fijn dat je even meedenkt, Joris. Ja, dan kom ik uit op. Joh, maar wat een versterking. Dus dit? 319. Ja, dus dan druk ik dat lekker op de dag. Krijg je ervan als je niet over nadenkt. Oké. Okay. Goed, het is dit. Dan gaan we naar de low-frequency kant. Dat is dus de. VL, of FL, sorry. FL, B. FL, wat was FL? Die bestond uit twee of drie dingen. Nou, we hebben nu drie constoren. Dan gaan we het volgende zeggen. FL, of omega L, misschien makkelijker. Omega L bestaat uit omega C1 plus omega C2 plus omega CE. Nou, omega C1 is gelijk aan. Omega C1 is gelijk aan, CP. 1 gedeeld door R1. Parallel, hè? Plus R zich. Ik heb een circuit niet meer. Nee, geen RP. Of wel RP? Wel RP? Wie zegt RP erbij? Moet die niet parallel er nog gaan staan? Ja, dat is wel leuk. Want C1 is nu kort. Ja, keer nog C1. Ja. Dit is iets. Hè? Is C1 nou een kortsluiting? Ja, dat klopt. Ja, zo is het. Ja, want we gaan eerst met C1 verder. Dat betekent CE. En die andere C2 zijn perfect kortgesloten. Van 0 ook. Dat is met RP. En dan ga je nu naar de C2. Dat is gelijk aan 1 gedeeld door. RC plus RL vermenigvuldigd met C2. Ik weet niet wat daaruit komt. Dat is gewoon even berekenen. En
Dit zou ook wel vermenigvuldigd moeten worden met de RO, momentje. Maar die is oneindig. Ik mis parallel gezet moeten worden met RO, maar die is oneindig. En CE is gelijk aan, nou dan kijken we boven. Dan zien we 1 gedeeld door. Wat? GN. Nou, dan zien we R zich parallel aan R1, parallel aan R2. Parallel aan RPI, gedeeld door beta plus 1, een hele meuk, vermenigvuldigd met CE. Ja. Nou kijk, nou was het net plus, dat klopt wel, maar toen zat hij tussen de twee klemmen. Toen zat de condensator zo. En toen zat hier die RC. Dan was die ground core, zeg maar die... Ja, geen raam, dat was dit C1. Maar dan kijk je vanuit hier, want dan is dit de kortsluiting. Dat betekent dat alle weerstanden nu wel parallel staan. Maar je hebt hier niet, toch? Die zit er tussen. Ja, die zit ook parallel. Die zit er tussen. Nee, wacht even. Excuus. Die zit er juist opgeteld. Pardon. Heel goed. Het is gevaarlijk dat als je de hoofd doet. R1? R1 en R2, zie je? R1. Eduard? Die komt nu wel terug met twee. Ja, dat komt. Ga ik het wel wat netter schrijven. Wacht. Dat krijg ik dan. Dan krijg ik 1 gedeeld door. Zeker R1. Toch? Ja. Dan krijg ik nog plus RP plus R1 parallel aan R2 parallel aan RC. En het allemaal delen door beta plus 1 en het allemaal vermenigvuldigen met CE. Dat klopt, want we hadden vaak hier een stroombron en dat was gewoon weg. Nu wel. Ja, is dat zo oké? Iedereen mee eens? Oké, nou dan gaat het allemaal natuurlijk uitrekenen. 3 dingen moet ik erop tellen, en dus om EGL. Dat lukt wel, denk ik. Dat hoef ik niet uit te doen. Nou, dan gaan we naar de volgende. Als je dus hier geen fout wil maken, momentje daar. Als je hier geen fout wil maken, zou het dus eigenlijk handig zijn om toch even die kleine signaal te tekenen. En toe? Nou. Je kunt 1 keer tekenen en dan bij wijze van spreken de condensatoren bijzetten die zeg maar nodig zijn en dan weer weghalen en dan weer een beetje handig naar mee werken. Ja, als het echt moet, ja dan. Maar je hebt een vraag aan, snel. Moet je dat bijzetten van CE? Je kan het bijzetten, maar als je dit zo doet, weet je wel, gewoon zonder eigenlijk enige toelichting, is ook onduidelijk. Dus je kan het wel beter erbij zetten. Of je kan zeggen dit en dan zeg je van ik heb alleen maar C1 genomen, maar dat ben je toch continu weer eigenlijk aan het zeggen. Dus compacter is dit. Ja, maar dus het moet er wel bij. Ja, dat zeg ik alleen maar compact is, maar je mag het op je eigen manier ook doen. Dus dit is niet per se mijn stijl. Oké, wat is de FH of de omega H? Want wacht even, want ik vroeg hier wel FL, hè, om niet te zeggen ik stop hier. Want eigenlijk is het nog hele meuk deel door 2pi. Dat is nog het hele verhaal. Dus hier komt nog eens 1 gedeeld door. Die tau H, wat is die tau H dan? Nou, dat is de hele basis van die C-in. Keer het hele rieteltje. Ja, dat is dus eigenlijk R1 parallel R2 parallel wel RP dit keer. En parallel wat? R zich. Dat. Nou, wat het allemaal is, dit is wel bekend, is ook bekend van net, die is ook al lang al bekend. En C1, wat is C1? C1 is gelijk aan CP plus CMU keer 1 plus GM keer RL accent. En die weet je ook allemaal. Want die heb ik gegeven, die kun je uitrekenen. Die is ook te berekenen, nou, 1 is 1. En de rest gewoon eigenlijk invullen. En daarna is gewoon hier invullen. Wat ook wel opgemerkt is, was die tau H, dat heb je wel, maar je hebt ook nog een andere, dat is die R11. Die zeg maar de... CP en C, nu heb je niet gegeven. Ja, aan het eind, heel snel. Ja,
2 picofarad met 10 kilo. Oké. Goed, dat was dat dan. Ja, verder nog andere vragen? Waarom is eigenlijk dit langer waarom is deze berekening langer geworden? Omdat wij niet wisten wat de GM was. Dat is vaak op de toets wel gegeven. Als je dat niet weet, dan is het niet fijn. Dan moet je wat meer doen. Dat betekent dat je even moet buffelen. Ik weet niet of je dan minder punten of meer punten krijgt, maar het is wel wat meer werk. Ja? Okay. Wat kunnen we nog meer doen? Nou, dat is het eigenlijk een beetje. Een differential pairs, ja. Maar dat hebben we vorige keer al gedaan. Ik kwam wel een mooie idioot tegen. Ja, dat was een fantastische vraag. En dat vond ik ook een beetje wel pittig achteraf. Dus achteraf dacht ik van, nou dat was toch geen handige. Nee. Kennis van die geven. Nee, was wel moeilijk, laat het zo zeggen. Maar er was één iemand die het goed had. Dat bewijst wel genoeg, denk ik. En er is het om half goed. Niet 100% fout. Maar er was één iemand die het helemaal goed had. Ja. Ja, weet je wat, best wel een irritante vraag. Welke idioot heeft dat verwacht? Goed, nou dat was het, jongens. Geen. Nou, dat betekent 13 juni knallen. Om 6 uur. Ja. Rustig aan met strikvragen. Rustig aan met strikvragen? Ja, ik tuin nog wel eens op. Goed lezen zou ik zeggen, Max. Ja, dan kijk ik. Andrew. Er zit ergens een parallel weerstandje waarvan je denkt van. Oh. Dat ging bij mij ook fout. Ja, ik had er één. Ging bijna mis. 1 punt achter. Als de fout consistent is, speelt hij dan niet in. Jawel, maar dan moet je de opgave niet makkelijker maken. Even moeilijk, man. Moeilijker nog, man. Dat lukt. Ik ben ervan verzekerd dat als ik op een herkansing kom, dat hij wel degelijk is. Voor de eerste keer van een 9, toch? Ik ga er wel voor. Dank je wel, joh. Goed bedankt. Ik zou zeggen, de andere vakken gaan we rondrijden.